is lang geleden dat ik brak was tijdens het filmen. En dan gaat het ook nog eens over Michaela Cox. Niet in een nieuw programma, gewoon weer in Eating With My Enemy. Yep, precies hetzelfde programma als 2 weken geleden. En toen ging het al zo goed. En dan doet ze nog een keer mee. Hoeveel outfits heeft zij? Hoeveel enemies heeft zij? Stel je voor, ze komt vanaf nu heel het seizoen terug. Volgende week in Eating With My Enemy, Michaela Cox. En degene die haar styling doet. Goed, dit keer Michaela met haar grote enemy. Oh, Nicole. Wat? Nicole Kramer van Peter Gillis. Jezus. Ja, ja. Wat is dit voor combinatie? Dit is, in mijn hoofd zijn het 2 verschillende werelden. Het raadsel rondom een nachtelijk bericht. Wat in de Suske en Wiske titel is dit? Ik ben brak, ik kan vandaag weinig hebben. Hallo, ik ben Michaela. Fuck me, te veel. Hallo, ik ben Michaela. Jullie kunnen me kennen van Eating With My Enemy samen met Lisa. Ja, dat is inderdaad waar we je van kennen. Dat was vorige week. Hi, ik ben Rijk en je zou misschien kunnen kennen van die ene video dat ik heel brak de intro opnam. Dat is lang geleden dat ik brak was tijdens het filmen. Zoals jullie weten is dat niet goed afgelopen. Ja, als ik een online pest ben je online. Ja? Weet je wel zeker? Ja, doe het niet. Ik ben net een kakkelak, ik kom gewoon weer terug. Dus ik heb meer vijanden. En dit keer... ben een kakkelak. Dus ik heb meer vijanden. En dit keer ga ik eten met Nicoleke. Hoi, ik ben Nicole Kremers. Beter bekend... Nou, ze hebben in ieder geval 1 ding wel gemeen. Allebei dragen ze een eigen naam om hun nek. Zijn die kettingen niet voor de naam van je overleden hond? Nee, voor je kinderen of zo. Ga je nou je eigen naam om je nek dragen? Nicole heeft mij, ik denk, een klein half jaar geleden een keer een berichtje gestuurd, 's nachts. Om 3 uur. Hey meis, het lijkt me leuk om je te leren kennen. En dan kunnen we samen filmpjes maken. Maakt Nicole niet 18 plus content? Yep, ze heeft OnlyFans. Ik denk dat er niks in de wereld is wat ik liever niet wil zien. Ik zweer, ik kijk nog liever naar een 3e aflevering van Eating With My Enemy met Michaela Cox. Ik was gewoon vannacht aan het slapen hoor. Ik weet niet. Ik heb haar heel lang geleden een berichtje gestuurd toen ik nog in Thailand was. Oh, dat maakt het veel minder spannend. Gewoon een andere tijdzone. Was daar gewoon om 9 uur 's ochtends of zo. De werkdag was gewoon begonnen. Alle BN'ers was gewoon DM. Hey, content maken. Je mag een poes, nou. Iedereen weet toch dat ik dat niet doe. Waarom stuur je dat mij? Dat ik dan gooitje gewoon open en bloot. Naar iedereen die het maar wilde lezen. Ja. Wat? Ja, daar heeft zij moeite mee. Ze heeft letterlijk een OnlyFans pagina. Maar de DM open en bloot gooien, dat gaat Nicole erg vinden inderdaad. Michelle de dag daarna erop gezet, dat heb ik heel vluchtig bekeken. Ik dacht, oké, prima. Nou ja, laat maar. Ja, haar pussy staat online. De enige waarvan ik haar ken is TikTok. En ja, sorry, maar dan is zij een soort van zak chips met chocola en cola. Alles in één bij mij. Dat voet blijft bij mij voeden, dat vind ik prachtig. En dat ga ik nadoen. Daar ben je toch zo klaar mee? Het zijn fucking 40-plussers met een TikTok-beef. Ik ben je zo klaar mee. Ik ben je ook gewoon te brak voor eigenlijk. Kijk nou, waar kijk ik nu nou naar? Wat is dit? Ik ga gewoon doorspoelen. Doe gewoon even normaal. We zeggen altijd een ezel stoot zich niet snel aan dezelfde steen, dus tada! Nou, het werd normaal. Nou, toen kwam Nicole aan, zij zat er natuurlijk zo bij. Ja, ik heb dit aangetrokken omdat ik vorige keer met Lisa, en toen ben ik gegooid met drinken. Dus als je wat wilt gooien, doe het dan nu. En toen zei ze, nou, ik ga geen drank over je heen gooien hoor. Toen was ze helemaal opgelucht, deed ze dat uit. Toen zei ze ook dit. Toen zei ze van, ik ga geen drankje over je heen gooien, geloofde ik haar ook echt oprecht gelijk. Ja, oké. Het is vrij normaal hoor, om niet drinken over je heen te krijgen tijdens een fucking etentje. Ik heb het gevoel dat dit voor Michelle gewoon een normale eerste kerstdag is. Goed, er is iemand terug die al 2 keer eerder heeft meegedaan in Eating With My Ex. En dat is Leslie. In dezelfde aflevering als... waar heb ik dit aan verdiend? Nee, dat is trouwens... Leslie vind ik leuk. Ik hoop alleen ook niet dat zij mij leuk vindt, want zij heeft echt de vreselijkste smaak in mannen ooit. Weet je nog, dit was haar eerste ex en die ging heel slecht op het feit dat zij seks had na zijn relatie. Het is niet niks, ik ben de echte ex. Om vervolgens heel trots in een programma dit soort dingen te vertellen. Ben je vreemd gegaan tijdens onze relatie? Ja man. Dacht ik al. Oh, het was een trio. Ja, een kwartetje. Wat tijdens hun relatie gebeurde, niet daarna, zoals Leslie deed. En toen was ze nog een keer mee gaan doen met haar andere ex. Dat was hij al zo ietsje beter, maar daar is ook wel echt alles mee gezegd. Ik ben achter de schermen, wat jij niet ziet. Mm-hmm. Ben ik echt druk bezig geweest met constant proberen te denken aan, oké, ik moet je appen. Maar je appt nooit. Nee. Ik vind dat nog steeds de mooiste uitspraak van de wereld. Achter de schermen was ik echt aan het nadenken over jouw appen. I didn't. Vandaag zit ze weer in dit programma. Maar dan Eating With My Enemy. Wie is haar enemy? Hey, ik ben Shani en je kunt mij kennen van MTV X on the Beach en... Shani!
Geen idee wie dat is. We weten in ieder geval, ze staat door artiest. MTV X on the Beach en ik heb vandaag mijn enemy Leslie uitgenodigd. Ik ben Leslie en jullie kunnen mij kennen van MTV X on the Beach. Vandaag ga ik eten met mijn enemy Shani, die mij al een aantal keer heeft aangevlogen. Dus ik ben benieuwd of het vandaag wel goed gaat. Een aantal keer? Als iemand mij één keer aanvliegt, dan kom ik nooit meer in een straal van 10 kilometer bij diegene in de buurt. Zij kan nog wat leren van Michelle. Ze zeggen altijd, een ezel stoot zich niet snel aan dezelfde steen, dus tadaa! Waarom is Leslie mijn enemy? Dat hebben we allemaal gezien bij X on the Beach. Ik vind gewoon dat je het niet doet om op Jan en Alleman zijn pik te gaan zitten, die dan andere meiden kunnen raken. Hoezo laat niemand Leslie de seksleven met rust? Hoezo laat hij lekker op Jan en Alleman de pik? Of was het haar vriend? Dat is wel een andere vrouw. En ja, zij denkt daar anders over, dus daar begon het al. Don't care. Don't care. Nou ja, het gaat eigenlijk fout tussen ons, omdat zij haar agressie niet onder controle heeft. Als zij gewoon naar mij toe had gekomen en een normaal gesprek met mij had gevoerd, van joh, ik vind het niet leuk dat je dit en dit doet, dan had ik kunnen zeggen van joh, ik doe het om die reden. Maar ja, als jij mij aanvliegt omdat jij niet normaal kan praten, dan is dat de reden waarom het misgaat. Ja, is dit gaslighter wat ze doen? Ligt eraan. Ze heeft gelijk, behalve als zij haar vriend heeft geneukt. Weet iemand of zij haar vriend heeft geneukt? Ik vind dat cruciale informatie. Besef wat Tim allemaal maakt. Jongens, ik moet het gewoon weten. Had Leslie de vriend van China geneukt? Hoe heet zij? Shani. Dus dat is logischer dan China. Fucking ja, ja, ja! Yes, the fucking Rechtstaan heb ik nu gedacht. Ik denk dat ik fucking zeg. Je kut is nu al een afgelebberde boterham. Maar geloof mij, je gezicht gaat er nog veel slechter uit. What the fuck? Ik kan niets met X on the Beach. Wie valt iemand aan die gewoon in bed ligt? What the fuck is dat, joh? Nou, dan denk je, als je dan uit die villa bent, ik ga nooit meer in de buurt komen van China. Nee hoor, Leslie ging nog even met haar voedselgevecht doen. En toen gooide China niet zeg maar het voedsel naar Leslie, maar gewoon heel de bak waar het in zat. What the fuck? Leslie had echt een hechting in haar gezicht. Dat is gewoon een kooigevecht wat ze hier deden. Waar zit ik eigenlijk op naar te kijken? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Zo'n achtertuin in een tokkiewijk. Waarom gelooft ze mij niet? Ja, weet ik niet. En schat, heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Kijk je er naar uit om haar weer te zien? Nee. Ik word al geïrriteerd als ik er nog maar aan denk dat ik haar stem ga horen. Laat staan dat ik dadelijk mee aan tafel moet gaan zitten. Ik ben hier vandaag met Davy, mijn mannetje. Die heeft heel de situatie van zeer... Waarom zijn selfies aan het maken? Schatje, heb je zin om Leslie te zien? Je enemy? Ja, dat is wel een domme vraag. Hé, hey, maar vergeet niet, hè. Zij heeft mij geneukt toen we al wat hadden, dus... Pak er. Doe je toch niet? Nou goed, toen nam zij ook nog selfies en toen gingen ze eten. Alles goed? Ja, met jou? Ja. Eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, haar stem blijft gewoon een dingetje. Zij heeft zo'n hele hoge toon of zo. En elke keer als zij begint te praten, krijg ik kippenvel. Nou, ik ben benieuwd. Zij heeft best wel een lage stem. Ons te schreeuwen tegen, maar toen dacht ik, ja, dit heeft dus ook niet echt zin. Ik weet niet waarom, maar zij praat en dan denk ik, waar luister ik naar? Ze is gewoon rollen aan het omdraaien. Nee, ik heb nog nooit een fatsoenlijk gesprek met haar gevoerd. Ik heb toen een keer geprobeerd met haar te praten en toen ging ze helemaal tekeer. Toen begon ze te schreeuwen tegen, maar toen dacht ik, ja, dit heeft dus ook niet echt zin. Het is niet dat ik u een bericht ging sturen van, hey Les, zullen we... Trouwens, ik vind voor iemand die een tato-artiest is, is echt tanto lelijke tatoes. Als zij zeg maar nog een keer meedoet aan Eating With My Enemy, dan moet ze de tato-artiest uitnodigen. Kijk, we hebben elkaar in het verleden ook twee keer tegengekomen en we hebben geen woord met elkaar gewisseld. Dus ik denk dat dit wel echt gewoon ja, het ideale moment was, de ideale setting. Waarom heb je hem eigenlijk uitgenodigd? Ja, vooral gewoon om de situatie een beetje te klaren, denk ik. Dat gewoon heel die drama een beetje stopt. We zijn geen kinderen meer. Kijk, toen ik meedeed aan X on the Beach was ik 21. Toen was je op zich wel gewoon volwassen. Ja, what the fuck, inderdaad. Ze zegt 21. Toen vocht ik niet of deed ik überhaupt mee aan X on the Beach. Toen werkte ik al 3 jaar bij MTV. Ik denk, ze gaat nu 17 zeggen. 21 is gewoon een hele mooie volwassen leeftijd om niet op tv te vechten. Goed, dan gaan we even terug naar onze grote vriendinnen. Michelle en Nicoleke. Michelle, hoe denk jij dat mensen naar mij kijken? Ik denk dat mensen naar jou kijken hetzelfde als dat ik naar jou kijk. Je plaatst alleen maar van die seksuele dingen. En dat is allemaal een beetje zo porno, maar het is net niet. Snap je wat ik bedoel? Dan denk je, ja, wat ben jij nou aan het doen, vrouw? Waarom heeft Michelle zo'n beef met sexy content? Vorige week ook al. Instagram sta je ook in je stringetje met zo'n holleke. Dat is ook geen goed voorbeeld. Zo boos. Als zij porno opent, krijgt ze woede aanval ook weer. Ik ben daar ook gewoon helemaal niet zo goed in die filmpjes. Maar waarom doe je het dan? Ik omdat ik mensen moet genereren op mijn pagina's. Dus ja, maar ik denk, het werkt averechts. Werkt averechts. Zij verdient zich volgens mij helemaal kleurenblind ermee. Maar betaalt wel goed, hè? Ja, zeker. Wat verdien je nou? Ongeveer... Per maand?
anderhalf ton ongeveer. Fuck me. Zo, what the? Nou, zo averechts werkt het dus helemaal niet. Anderhalve ton per maand. Je moeder, Michelle, een beetje werkt averechts. Dan ga ik ook deze TikToks plaatsen. Nou, ja. Ze vroeg ook dit. Als jij nou een miljoen had, was je dan nog dit te gaan doen? Ik denk het wel, ja. Echt waar? Of ik het ook had gedaan als ik een miljoen had? Geen idee. Ik had namelijk geen miljoen toen ik begon. Een jaar geleden. Nu wel! Terwijl jij, Michelle, zit bij Echte Meisjes in de Jungle. Voor een Big Mac of zo. Zij verdient anderhalve ton. Zo. Per maand. Dat doe je goed. OnlyFans. Oh. Je doet iets verkeerd. Wauw, wat is ober om haar geld te verdienen, om te overleven. She's doing pretty amazing. Jij maakt ruzie op tv voor je geld. Nou goed, vanaf het moment dat Michelle dat ook hoorde over die anderhalf ton, was ze opeens geïnteresseerd. Ze had geen beef meer met sexy content. Iets smakelijk. Iets smakelijk. Dus je bent echt serieus een pornoster over de hele wereld. Ja. Fucking power move. Fucking power move. Je hebt wereldwijd kankerveel geld. Echt, mijn kinderen kunnen vreten, joh, en naar school. Mijn kleinkinderen kunnen zelfs vreten en naar school. En ik ben altijd thuis. Niet met kleren aan, maar... Ik heb van Nicole wel eens filmpjes gezien. En ik bespaar jullie de details, maar dat kan ik je zeggen dat haar roosje een klaproos is. En dat het van alles inkomt en uitgaat en zo. Dat vind ik best wel veel detail voor iemand die zegt... Ik wil niet in detail gaan, maar... Ik ga niet in detail, maar... Die roze dildo die in haar kut ging, had groene diamantjes. En haar kut had de geur van... Ik heb een hele kast vol. Ja, het zal best wel. Alle kleuren maken vormen. Oh, die hoef ik niet te zien, hoor. Oh. Ik heb een winkel ook, hè? Jij hebt een winkel? Met allemaal... Ja, een webshop. Oh, dan kan je mij wel sturen. Ik ben ook maar alleen. Maak ik wel een leuk filmpje op Insta, heb ik van een goal gehad. Ja, is goed. Dat is goed. Ja. Fucking power move. Boyo, Michelle ging van Nicole shamen voor het werk wat ze doet, naar reclame maken voor Nicole haar bedrijf. Dit is de Wolf of Wall Street. Goed, ze had uiteindelijk dus echt die spullen opgestuurd. Even terug naar deze twee. Ik merk aan haar manier van praten wel dat ze rustiger praat. Ik bedoel, ze scheelt niet en ze schuilt niet. Ze maakt gewoon complete zinnen die gewoon, waar ook een soort van inhoud in zit. Ik denk dat we iets te lage verwachtingen hebben van China. Nou, ik vind het toch goed om te zien dat ze complete zinnen uitspreekt. En zindelijk is. Ja, de laatste keer dat ik haar zag was het... Wat ben ik aan het doen? Ik ga kerst vieren, jongens. Ik ben een fijne kerst, iedereen. En kan je zien dat ik dit detail er zo bij deed? Zo niet, dan heb ik mijn onderbroek voor niks wat gemaakt. Oh, wacht, waarom gaan we niet klaar met praten? Zij had een excuus voor waarom ze altijd iedereen aanvalt. Emoties? Wat bedoelt je met emoties? Ja, agressieve emoties. Ja, ik ben altijd zo geweest. Ik ben een beetje zo groot geworden, denk ik. Grow up. Wat? Je gaat ook niet nu nog in de Bart Smit op de grond liggen janken. Wie wel iets volwassener is, is bijvoorbeeld Leslie. Oh, kijk wat ik zit te doen. Oké, never mind. Fucking never mind. Ik ben je klaar mee. Het maximale wat zij uit dit gesprek hebben gehaald is dit. Zullen we nooit meer met elkaar vechten? Nou, dat is wel een heel goed plan. Dat vind ik ook een heel goed idee, ja. Nou, dat is toch top, toch? Ze gaan niet meer vechten. Dan worden ze ook niet meer uitgenodigd voor een reality show. Daar ging je carrière. Goed, dit was een fantastisch programma. Laat even weten, hoe was aflevering 4? Ik ga hem niet kijken, maar...